Waarom bent u zo gehaast? Nee, ik moet nog wat dingen voorbereiden voor de actualiteitsraad. Dat kan wel snel. Ja, nee, natuurlijk. Meneer Engers, waar komt u vanavond voor? Voor een bijzondere avond met heel veel besluiten die we moeten gaan nemen. Het is weer volle bak, hè? Het is volle bak. Het gaat onder andere ook over de Heuvelrug. De visie die daar ontwikkeld moet gaan worden. En er zijn een aantal amendementen en moties. En daar gaan we het met elkaar over hebben. Kom er even bij. Hier hebben we de new kids on the block. Hè? Dat is allemaal het jeugdige talent. En waar komt u vanavond voor? Nou, wij gaan hier vanavond stemmen natuurlijk. Dus we gaan het hebben over podium, woningen. Gaan ze het aandurven om naar meer betaalbare woningen te bouwen? Of blijft het toch allemaal weer half-half? Nou, dat is denk ik wel het belangrijkste. Podiumontwikkeling. En wij hebben nog een motie. En voldoende betaalbare woningen daar? Voldoende betaalbare woningen volgens het Deltaplan wonen. Ja. Meneer Van Wegen, waar komt u speciaal voor? Nou, speciaal voor het podium, dat is een uitbreidingsgebied waar veel meer sociale woningen moeten gebouwd worden. Maar ook middenhuur. De middenhuur, mensen die dus 800-900 euro per maand te besteden hebben, daar is veel te weinig aandacht naar besteed. En daar hebben we nu een unieke kans. Dat kost de gemeente wat geld, maar het is wel voor de komende 100 jaar natuurlijk. Wat brengt u hier vanavond? Staat volgens mij een raadsvergadering op de agenda. Hè? Heeft u helemaal goed. U gaat door voor de wasmachine. Gelukkig. En veel te besluiten vanavond. Veel te besluiten. Ja. Weinig waar ik het woord over voer. Ja. Maar wat vindt u het spannendste onderwerp vanavond? Ik ben wel erg geïnteresseerd in podium. In podium. Daar verwacht u nog wel discussie over? Nou, ik ben benieuwd hoeveel woningen we daar voor elkaar kunnen boksen. En wat is uw wens om daar te bouwen? Zoveel mogelijk en zoveel mogelijk sociaal. Ja, oké. Okay. Ja. Kortom, dat gaat wel lukken dan vermoedelijk? Ik hoop het wel. Ja? Dus dat is voor een aantal moties al een grote meerderheid. Ja. Dus het zou mooi zijn als we de woningnood iets kunnen verlichten daarmee. Eentje die voor mij persoonlijk het belangrijkste is, die heb ik ook zelf ingediend. Dat gaat erom dat in die visie ook wonen wordt meegenomen. We hebben met elkaar een groot probleem als het gaat over de huizenbouw. En er kan geen enkel gebied aan onttrokken worden, ook dit gebied niet. In de tekst was het wel meegenomen, maar in de uiteindelijke beslissing die wij als raad moeten gaan geven, de richtlijnen die wij moeten gaan geven, stond het niet. En daar hoort het ook te staan. Er mag geen misverstand over bestaan. We moeten ook denken aan de huizen naast het groen, naast de recreatie, is huizen een even grote poot. Kortom, huizen, huizen en huizen. 1000 per jaar en dat tenminste 10 jaar lang. We zullen wel moeten. Er gaat veel geld in zitten. Het gaat veel gevolgen hebben voor de totale ontwikkeling van de stad. En er zitten nogal, wat mij betreft, een aantal jaten in. Die ik vanavond wel eruit wil vissen. En anders dan heeft het mijn ja-woord niet. Kijk, dus u bent vanavond zoals altijd trouwens weer kritisch op het een en het ander. En het groen, hè? Ja, zo hoort het. Maar wat ik belangrijk vind is ook de motie die wij vanavond hebben ingediend. Over participatie in Langs Emerspoor. Participatie, dat klinkt altijd zo mooi. Is dat weer dat burgers mogen inspreken? Ja, nou en nu eindelijk vanaf de voorkant. Eigenlijk serieus meedoen in de participatie. Iets met zo'n burgerinitiatief of zo? Ja, dus dat is ons eigenlijk op een presenteerblaadje aangereikt. Zeker, als er mensen uit de stad betrokken worden, sta ik altijd vooraan en te applaudisseren. Nu moet ik zeggen, ik ken zijn motie niet precies. Maar als het is wat hij zegt wat hij is, dan denk ik dat wij zo meteen juichend de raadzaal doorrennen. Dan krijgen we een Polonaise en sluit u dan nog aan bij nader inzien? Of zegt u van nou, ik moet dat allemaal nog zien? Volgens mij gaat het nu over de motie van SVJ, toch? Ja. Ja, die tekenen we zelfs mee. Dus. Nou, dan is het allemaal opgelost. Heren, dank u wel en een hele vruchtbare avond weer. Ja. Dat raadswerk, is dat nou leuk? De waarheid en niets dan de waarheid? Niets dan de waarheid. Het is heel erg leuk. Ja, het vergt echt wel investering. Wil je het goed doen vooral? Wil je stukken goed lezen? Wil je veel mensen spreken? Wil je echt weten wat er aan de hand is?
En dan is het nog wel eens lastig om een goede balans te vinden met ook nog een sociaal leven en werk ernaast. Want de meeste raadsleden werken ernaast. Maar wat ik echt heel, ik ben geboren en getogen in Amersfoort. En wat ik heel tof vind is dat je met hele andere ogen naar je stad gaat kijken. En het is echt wel een eervolle taak. Mooi, en u wordt er vorstelijk voor beloond. Kortom, het kan allemaal niet meer stuk, toch? Ja, nou ja, er wordt er goed voor beloond, ja, zeker. Dank u wel en veel wijsheid vanavond ook weer. Dank u wel, meneer Lampen.